denk ja, dat was ploeg toch ja, bewezen dat we het wel kunnen. En de tweede helft toch een goede pot hebben neergezet uiteindelijk. En ja, daarna wat een wat minder eerste helft eigenlijk. Ja, hoe komt het dat die eerste helft wat minder was? Ja, we wonnen geen duels, zo simpel is het. En ja, dan, als je geen duels wint en ja, Willem II zit op velden bovenop en ja, wij spelen eigenlijk ja, niet goed, dan, ja, dan krijg je zo'n helft. Dan krijg je een penalty. En hoe sta je dan achter de bal? Zelfverzekerd. Ik sta altijd zelfverzekerd achter de bal. Ik bedoel, ja, wat ik net ook al zei, het is een 50-50 eigenlijk. En ja, als je, je moet gewoon zorgen dat je ja, een hoek uitkiest. En, ja, dat je hem maakt eigenlijk. Ja, het is simpel, ik zeg dat het is simpeler gezegd dan gedaan, maar als je hem er uiteindelijk inschiet, dan valt toch wel de spanning van je af. Ja, nou, dat zeggen we, want ik kan me wel voorstellen dat je weet van je staat 1-0 achter. Dit kan een heel belangrijk doelpunt zijn. Ja, net dat zeker. Ik bedoel, als je hem maakt, dan, ja, dan kunnen we toch de aansluiting ervan maken. En ja, hopen dat we 2-1 dan maken. En ja, wat ik net ook al zei, dat toch uiteindelijk gelukt is. Dus ja, toch lekker eigenlijk. Ja. Hoe lekker is het ook dat je dan een assist geeft voor de 2-1? Voor mezelf persoonlijk ja, ook lekker voor mijn vertrouwen en ook lekker voor het team eigenlijk. Ik denk dat we als team toch de tweede helft hebben bewezen dat we het wel kunnen. En ja, dat vind ik toch belangrijk dat het op dat moment zo is gegaan. Ja. Ja, want Schet kwam ook in de ploeg. Toen kwam jij wat meer op het middenveld te spelen. Ik had de indruk dat dat ook wel heel goed ging. Of in ieder geval, het zag er goed uit. Ja, dat ging wel lekker op zich. Ik bedoel, ja, Schet heeft iets meer met snelheid en dreiging in de diepte dan ik eigenlijk. En ja, daar profiteren we af en toe van. En dan zie je dat we toch de ruimte benutten die we kunnen krijgen. En ja, dat toch goed uitgepakt heeft.